Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers, het zonnetje schijnt. En als het zonnetje schijnt, dan weet je al lang wat ik ga doen. Dan ga ik naar de plantenwereld. Als ik naar de planten, als ik aan plantjes denk en aan de tuin, denk ik maar aan één ding, dan denk ik aan Diane. Hallo. Goeiedag. Alles goed? Alles goed, ja. En de zon schijnt. Gelukkig wel weer. Het lang niet geschenen, maar... Ik zit zo te denken, nou, al die regen. Moet ik nu even goed de planten water blijven geven? Ja, en de potten walen dan. Maar nee, dat is nu, alles wat in de volle grond zit, het eigenlijk water genoeg gehad. Maar als ze nu net gaat eens aanpoten, ja, dan hebben ze wel even veel werk nodig met water geven. En ik heb nu rustig weer gaan aanpoten? Dat kent ze nu, kent ze eigenlijk. Begint nu weer voor ons langzaam aan het potseizoen. Ja. Ja, dan laat er ons maar eens gaan aanpoten, want ze werd op de rammen toevallig. Ja, Diana, wat is dit eigenlijk voor een vergerij? Ja, wat ze nu zo is op die tafel zien, dat zijn eigenlijk een soort herfstbloeiers. Die bloeien gaat later in het jaar. Dus eigenlijk, als mensen ook de tuin gaan aanleggen, adviseren we ook van nou, pak voor eerder tijd van het jaar een bepaalde plant en heb ze continu op ze bloeien in die tuin. Dus nu ook in de maand september, oktober. Ja, dat zijn verschillende soorten. Salvia, zonnehoed, sedum, alliums, sieruien. En in verschillende kleuren en weg is weer. En ze zijn vlinders van het geweldig, dus dat er weer een. En het is echt gewoon een hele mooie invulling in de tuinen. En dat zijn eigenlijk planten die gewoon her en der in de tuin neerzitten? Of maak je er een bed van? Of wat moet je eigenlijk met? De laatste tijd is echt dat er echt grote partijen werden gemaakt met vaste plantjes. Echt borders. Mm. En verschillende bloeiperiodes. Dus je kunt ze in groepen gaan zetten. Je kunt ze ook her en der ergens ertussen poten. Maar mooier is vaak als je gewoon echt een mooie border maakt met kleuren, met huwechtes, met soorten, bloeiperiodes. Ja, de meeste die zwintjes sterven die af en het voorjaar komen die weer terug. Dus, die hoef ik maar één keer te zetten en dan heb ik ze voor altijd? Of? Ja, eigenlijk wel. Oh, ja. Oh, dat is een goede kopen bezigheid. Dat zijn vaste planten, hè. Die komen ieder jaar komen die terug. En die vermeerderen zich ook natuurlijk. Dus eens een plantje ze nu dit formaat hebt, voorjaar knip ze hem terug en volgend jaar wordt er dubbel zo groot. Dus ze moeten toch niet te kort op elkaar planten. Oh, dan moest het dus wel toch de ruimte geven. En een klein beetje rekening door met haar van wat het eigenlijk kinderen gaan werken. Ja, in zin van die mooie tuinprogramma's op andere zenders. En die poten dicht 20 planten om een vierkante meter. Maar dat is niet de bedoeling. Dus, best... Ja, het ga je niet alleen maar het verkopen, maar het ga je ook om het goede doet zien. Ja, het moet goed doet zien. Wat is dit voor gatier? Dit is een hortensia, een pluimhortensia. Maar dit is wel een grote, zeg. Ja, deze is op stam. Dus die geeft het zich op stam als heester. Mm. En die beginnen nu dadelijk te verkleuren. Ja, Diana, geen jouw geweer van die grote planten staan. Mm-hmm. Is dat in? Wat is dit wel vergeten? Ja, dit zijn oleanders. En ja, die zussen in Frankrijk en in Griekenland en in Spanjebus. Die zussen langs de weg, die zussen overal. Bleuien de hele zomer door. Hele prachtige planten, bloeien nu natuurlijk ook langer. Dus in zussen zitten in september en oktober, dan bloeien die nog. Prachtige aanwinst om in de pot te zitten, maar die moesten wel als windjes niet boeten laten staan. Dus maar, die moesten met de pot zitten, die boeten en in de winter rollen ze en in de winter rollen ze naar binnen, het leven ze in de garage of zo. Ja, en het voorjaar pakken ze weer droog, werden ze een beetje teruggesneuid. Op partij gaat voeding geven, en dan hebben ze eigenlijk de hele zomer tot nu laat in het najaar. Dan hebben ze gewoon prachtige bloeiers. In het roze, in het wit, in het zalm, in het geel. Ja. Dus eigenlijk een kleurenspel kunnen ze daarvan maken. Ja, dus zelfs nu, als mensen nu nog mooie serres hebben, ja, die kunnen ze prachtig in een serre nog zitten. En die blijven ook over, dus je hoeft ze niet weg te gooien. Ja, ja, Olaf Veer kunnen ze ook in de studio zitten, joh. Ja, Diana, en hebben we dit is natuurlijk prachtig, chic en mooi, maar hebben we nog meer wat kunnen zitten? Ja, zeker. We hebben hier nu een heel mooi assortiment vaste plantje aangevuld. Agastache, dropplanten, Cimicifuga, ja,
Astertjes, herfstanemonen, die zijn ook prachtig in bleuien. En nu zussen ook wiezenbleuien, de huwechten zussen ook. En de tijd van het jaar om ze te planten is eigenlijk geschikt nu. Maar nog eens een beetje geluk dat het warm uitzet. Dus, ja. Ja, ik zie ook, ze staan er groot bij. Ik zou zeggen, ze staan er een paar zondes bij. Zondags? Ja, dat wil zeggen chic. Ja, chic, ja. Ja, ik vind ze ook chic. Tukken vroeg me af wie dat doet kind, dat die bloemen allemaal verschillende kleuren hebben, maar dat zal wel zo zijn. Ja, dat is een moeilijke vraag dan. Ja, maar je stelt meestal moeilijke vragen die je zelf niet begrijpt. Ja. Waarom ben ik blond en doe gries? Daarom. Nou, dat bedoel ik. Wat zei die allemaal? Vlinderstroken, die wat nu nog heel prachtig bleuien. Lea's, dus er zitten nog weer de vlinders zitten erin, hè. Ceratostigma, loodkruid, andere zijn al uitgebleuid, sommige bleuien nu nog. Ja, dat is een afwisseling eigenlijk, hè? Ja. Maar Diana, als ik hier zo rondloop, dan moet ze zich moeite doen om het neer te vinden. Ja. Nou Diana, de boom is toch wel schoon en bleu, zeg ik. Ja, dit zijn lager stromia's. En is inderdaad ook een latere bleuier. In het wit, in het fuchsia roze, in het paars. En ja, dat is natuurlijk ook weer een prachtige aanwinst voor de tuin. Je kent ze van ongerop beverd, kent ze hem hoger opsneuien, kent ze hem breed laten werden. Eigenlijk geschikt voor een praktisch eerdere tuin. Kleine tuin of een grote tuin. Ja, ja, maar dat vies zal ik hier wel kunnen krijgen naar gelang ik de tuin heb. Ja, kunnen we eens kijken. En dan even, ja, jullie kunnen nu komen kijken en zeggen van nou, dat wil ik hebben. En dan, ja, leven we langer een etiketje erin. En rond november, december gaan we ze pas uitdoen. Ah, zo. Dan mogen ze eigenlijk pas geplant worden. En dan wil ze pas weer uit de volle grond halen. Nu niet. Nu is het, de sapstroom is nog bezig. Als ik ze nu gaan uitsteken, dan gaan ze kapot. Dus, Oh, dat is wel fijn. Dan kan ik nu wel uitzoeken. En dan, tegen de tijd dat ik hem nodig heb, hop. Heb je de vogel gevangen? Ja, kom eens kijken, we hebben er nog meer. Nog meer? Maar. Ja, we get die big trees. Och nee, dat is niet Amerika. Hè? Ja, dat zijn meer zuilvormen. Het is ook heel mooi om door die tuin een gedeelte met in te kleien. Dus het geeft zich een strookvorm aan, dus ook als boomvorm. En het zijn hibiscussen. Die geeft zich dan ook weer in het wit, en het roze, en het blauwpaars. En dat is ook weer in een late bleuier. Dus, Hij bleut dan door tot, zeg maar... Ja, de zussen zit nog volop in de knoppen. Dus hij begint te bleuien en er zijn nog meerdere bloemen die wat nog uit moeten komen. Dus nu de mooie september hebben ze er sowieso plezier van. Dat is in ieder geval al chic, maar dan hoop ik dat er in oktober en november nog bleut. Ja, maar dat is afhankelijk van het weer. Dat is van het weer afhankelijk, ja. Ja, en wie ze hem verzorgt, hè. Ja, dat is met alles wat ze in het leven niet verzorgt, weet niks. Het voordeel is alles wat bleut na de langste dag, dus na juni, na 24 juni ongeveer. Door ze eigenlijk in de winter zoeken mocht laten, verlust in blaad, dat wordt kaal. En op het voorjaar zeg ik hoor altijd van sneeuw je hem terug, dan krijgt er een mooiere vorm. En dan gaat er ook weer nieuwe bloemknoppen maken, voor te bleuien in augustus, september, oktober. Dus eigenlijk zijn het die al dankbare buim. En daar heb ze er veel plezier van. Dat is het belangrijkste. Ja. Niet te veel werk, want dat zeuken ze eigenlijk op vandaag. Ja. En mooi. Beter kinderen dit. Ja, ze zeuken niet te veel werk. Nee. Dat is een goeie. Ja, je zal wel werkvolk zeuken, of niet? We zeuken werkvolk, joh. Ja, dat kan je me niet bij voorstellen. Ja. Maar als ik nu Olaf kind mij nu verluipig niet missen, want voorzien, maar met twee man is er daar alleen. Mm-hmm. Maar ik zal dit werk hier doen. Ja. Dit is fijn in de buitenlucht, fijn in het zonnetje, mooi met bloemetjes, wat wil ze nog meer? En de bloemetjes en de bijtjes, hè? Ja, ja. Dat is goed. Ja. Ton, stuur die cv maar. Ik stuur mijn cv op. Dat is goed. Ja, dan zullen ze mij toch bij de buien moeten zitten van lullificatie, want voor de verder is het niet. Ja, als je hier wil komen werken, kan je zich melden, hè? Dan meldt er zich hier bij Joost, of even een telefoontje of per mail. Ja, en dat is meer nodig dan alleen maar mensen die in de schuin werken. Dat is mensen die administratief werk willen doen. Dat is ook mensen nodig die misschien op de beach willen zijn. Ja, ook. Dus, over. Jongens, kom hier naartoe. Werk zat. Werk en zat. Ik zie, het was hier in de maand augustus, was hier gesloten heel dag. Ja, inderdaad. Juli, augustus, maandag en dinsdag gesloten. En nu vanaf september zijn we gewoon weer van maandag tot en met zaterdag open. Van 8 tot 6 en op zaterdag van 9 tot 5. Dus je kippen de hele dag hier terecht. Je is tuin steekt er dadelijk weer piekenbellen op. Esken natuurlijk. Ik mocht het niet zeggen. Wie Diana zit. Wie mij zijn. En die Ton. Aanpoorten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.